Oké, onder de 33. Ik heb een getal onder de 33, zeg maar. Oké. Okay. Nee, we houden het nog even spannend. Want je kan dus sms'en naar 2x33 en dan win je een prijs. Hier bij 3333. En dan win je een prijs die bij jou in de studio ligt. Want het heeft weer te maken met een ander item dat je deed. Achter jou ligt iets. Draai eens om. In de Radio 2-studio zie je Wouter van der Goes zich nu omdraaien. Een mooi groen shirt heeft hij aan. Een weegschaal. Daar heeft het allemaal mee te maken. Inderdaad. Zie je? Ja. Ik ben groot vinylliefhebber. Als je vaker naar Frank Hartje luistert, dan hoor je me er wel eens over praten. Ik heb ook wel eens in de nachten gewoon hele shows gemaakt met alleen maar vinyl. Het is Elton John en Your Song. Nu op 3FM, vanaf vinyl. En dat ga je horen ook. Maar geniet ervan en zwijmel een beetje weg. It's a little bit funny. Dat je eventjes welkom heet op 3FM weer met een echte limerick. Rob van Zomeren, hier sta je onbekend. Ik heb een speciaal eentje voor jou gemaakt. Dus daar komt hij. Luister mee. Er was eens een DJ uit Diemen. Die zou zich als centgod ontkiemen. Hij zat ooit op 3, helaas nu meer niet. Want hij zit nu op Radio 10. Nou, ik zou heel graag willen, want ik vraag namelijk op elk feestje aan elke DJ en ze willen mijn plaatje maar niet draaien. Nou, ik heb hem hier voor je. Ja, dat is echt waar, is echt waar. Nou, ongeveer is dat het. Dit is hem! En daar zit ik dan, aan de Vlonder. En ik kijk uit over het water, waar een hele grote boot... Het lijkt een beetje op de pakjesboot 13 van Sinterklaas. Waar een hele grote boot drijft, ongeveer 100, 150 meter van de kant vandaan. Daar zie ik 3 rubberbootjes hangen. En 6 DJ's daar een beetje omheen. Maar Giel Beelen staat op de boot. Giel, jij kan het beter zien. Ja, wat zie je voor je? Het is zo leuk om je te zien, Frankie. Ach, hartjes, want Pampus is in zicht inderdaad. Make some noise! Frank!